Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Vandaag ben ik bij jullie met de allereerste video uit een nieuwe serie op mijn kanaal. Een full face matte. In deze serie ga ik iedere keer een full face make-up maken met één merk. En het allereerste merk wat ik daarvoor ga gebruiken is MAC. Dus ik heb allemaal spulletjes van MAC verzameld. Een aantal producten die ik al had, oude favorieten. Producten die ik toch nog weer een kans ga geven. Maar ik heb ook nieuwe producten gekocht, omdat ik niet een full face MAC al had. Dus het is ook nog eens een keer een testvideo daarnaast. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop jij ook. Vind je dit nou nu al een leuke video? Geef even je duimpjes omhoog. Daar maak je mij echt heel gelukkig mee en daar help je mijn kanaal ook heel erg mee. Vergeet je niet te abonneren, ook daar maak je me heel gelukkig mee. En dan gaan we heel gauw beginnen. Oké, we beginnen met de concealer. En voor concealer heb ik de 24 Hour Studio Fix Smooth Wear Concealer. Dat is deze. Die heb ik in de kleur NC15. Volgens mij is deze wel heel licht momenteel voor me. Nou, misschien valt het mee. Ik moet je eerlijk zeggen, dit is niet mijn meest favoriete concealer. Hij is niet super dekkend zoals je ziet. Hij is ook niet slecht hoor, maar ja, ik zou hem niet... ik pak hem er niet heel vaak bij. Eén ding scheelt wel, de foundation die ik ga gebruiken is ook niet helemaal dekkend, dus in die zin zal het waarschijnlijk niet heel erg opvallen. Maar ik heb best wel donkere kringen onder mijn ogen en die bedekt die echt niet. Dus als je daar naar op zoek bent, gaat dit niet je concealer zijn. Hij is wel heel mooi natuurlijk. Je ziet eigenlijk niet dat ik nu concealer op heb, terwijl het wel iets gedekt heeft. Dus als je daar naar op zoek bent, dan is het op zich wel een heel fijn product. Dan gaan we door met foundation en daarvoor heb ik de Face and Body Foundation. Dat is deze. Die heb ik in de kleur C1. Ik ben heel benieuwd of deze qua kleur een beetje goed gaat zijn. Dat is op zich prima. Maar gelukkig is het niet een hele dekkende foundation, dus op zich is de kleur niet helemaal had gematcht. Was dat geen ramp geweest? Ja, wat ik zeg, het is absoluut geen dekkende foundation. Het is meer een beetje een skin tint die de huid iets egaliseert. Dit is voor mij echt een favoriet product geweest. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik hem nu aanbreng en dat ik niet zo heel goed meer weet waarom dan. Maar dat was ook wel dat ik net weer met make-up begon. En als ik hier nu zo naar kijk, dan denk ik, ja, het doet niet zoveel. Hij zorgt ervoor dat mijn huid er iets smoother uitziet. Maar hij dekt voor geen meter. Er zijn echt wel skin tints die meer doen dan dit. Het enige wat ik niet van MAC had, kom ik nu net achter, was een poeder. Maar om daar nou de hele video voor te gaan uitstellen, vond ik wat overdreven. Dus ik heb even een poeder van mezelf gebruikt. Maar dan gaan we door met bronzer. En voor bronzer heb ik dus een nieuw product. En daarvoor heb ik de bronzing powder. Matte bronzer. Ik geloof niet dat hij een kleur heeft. Nou dacht ik dat wel trouwens. Nou, ik dacht dat ik een bepaalde kleur had van de bronzer, maar die kan ik niet ontdekken en ook niet op mijn bonnetje. Maar goed, de matte bronzer van MAC. En die heb ik in deze kleur. Ik denk dat ik heel voorzichtig moet doen. Want volgens mij is die heel donker. Voor mij dan. Ik neem gewoon maar een heel klein beetje op.
Hij is niet super gepigmenteerd. Wat in deze best fijn is, want anders dan was hij dus echt te donker geweest. Maar hij is best wel mooi op te bouwen. Heb ik het idee. Ja, ook als ik hem swatch. De pigmentatie is niet heel erg. Ja, ik vind hem best prima. Ja, ik vind hem best oké. Dan gaan we door met blush. En ook voor blush heb ik een nieuw product. Die heet volgens mij gewoon de Powder Blush. Ja, in de kleur Melba. Die ziet er zo uit. Hele mooie kleur. En die gaan we ook aanbrengen. Oh, volgens mij is die iets gepigmenteerder dan de bronzer. Oehoehoe, die is gepigmenteerder dan de bronzer. Oh man. Oh jee. Oh, hij is heel heftig. Ik lijk wel een clown. Oh, wat erg. Hij is heftig. Wees er voorzichtig mee. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Maar ik moet de volgende keer even iets rustiger aan doen. Ja. Iets voorzichtiger. Dan gaan we door naar highlighter. En ook voor highlighter heb ik weer een nieuw product. De Skin Finish Powder. En die heb ik in de kleur Soft and Gentle. En volgens mij is dit echt zo'n iconisch product. En ook een iconische kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Hij ziet er heel mooi uit. Dit is hem. Ja, ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Dus die gaan we aanbrengen. Hij is wel heel poederig. Zo. Ja, kijk even. Oh. Soft and gentle noemen ze dit dan. Is het niet soft? Ja, ik vind het prachtig. Wauw, wat is deze mooi. Perfecte kleur ook voor mij. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Maar soft and gentle is die zeker niet. Nee, als je houdt van een softe highlighter, dan is dit niet je ding. Maar ik vind dit fantastisch. Ja, echt heel mooi. Super mooi, heel blij mee. Deze ga ik nog heel veel gebruiken, weet ik zeker. Dan gaan we door naar wenkbrauwen. En voor wenkbrauwen heb ik het Eyebrow Styler potloodje in de kleur Fling. Ik denk dat ik van dit potloodje door de jaren heen er ongeveer 15 heb gebruikt. Dit is zo lang het enige potloodje geweest wat ik gebruikte. Want ja, een aantal jaar geleden, toen was MAC eigenlijk de enige, naar mijn weten, die voor mij de goede kleur uitbracht. En dat was Fling. Dus ik durfde nooit over te stappen naar iets anders. Inmiddels weet ik dat er genoeg budgetmerken zijn die ook best wel een oké potloodje voor blond haar kunnen maken. Maar dit is jarenlang mijn go-to wenkbrauwpotloodje geweest. Nou heb ik hem nu echt al in tijden niet gebruikt. Dus ja, we zullen zien wat ik er nu nog van vind. De kleur is nog steeds perfect. De kleur is echt heel goed. Nou is het natuurlijk wel dat deze kleur inmiddels ook door de goedkopere merken wordt gemaakt. Mijn favoriete potloodje van het moment van Morphe is precies dezelfde kleur, maar scheelt wel 10 euro. Want deze is 19,50 geloof ik
En die van Morphe is 8 euro. Ze scheelt het zelfs 11,50. Maar goed, hij is gewoon goed. Ja, hij is nog steeds net zo goed als dat hij altijd is geweest. Maar zal ik hem nog een keer kopen als hij nu toch opgaat? Nee, dat denk ik niet. Ondanks dat ik er zoveel van heb gehad en dat hij zo lang mijn favoriet is geweest, zijn er goedkope potloodjes die net zo goed zijn. Dus nee, ik denk niet dat ik hem nog een keer ga kopen. Dan gaan we door naar mascara en ook daar heb ik een nieuw product voor gekocht. En dit is de nieuwste mascara van MAC. Zo ziet hij eruit. Tenminste, zo ziet het doosje eruit. En dan is dit de mascara zelf. De verpakking. Ja, super cool. Die verpakking is echt heel, heel vet. Ik vind de verpakking echt heel gaaf. Ik heb een mini gekocht trouwens. Want ik heb heel veel mascara's. Ik heb heel veel fijne mascara's. Dus ik wilde voor deze video een MAC mascara. Maar aan een minietje heb ik genoeg. Ik ben wel heel benieuwd naar deze. Want hij wordt helemaal... mijn Facebook staat vol met deze mascara. Zou ook kunnen komen doordat ik deze heb gekocht nu. Maar goed, ik ben er wel heel benieuwd naar. Zo. Een borsteltje met harde spikes. Daar ben ik meestal niet zo'n heel groot fan van. Maar goed, we gaan hem uitproberen. Ik vind hem tot nu toe niet zo heel fijn eigenlijk. Je zou denken door het borsteltje dat die mijn haartjes heel mooi moet scheiden. Dat doet hij niet. Hij zorgt er eigenlijk voornamelijk voor dat het allemaal aan elkaar zit. Even mijn andere oog. Ja, hij plakt best wel. Mijn onderste wimpers vind ik hem dan wel weer heel mooi. Mijn camera stopte ermee. Maar ik was aan het vertellen dat ik hem eigenlijk niet zo heel fijn vind. Dit is nu één laagje, dus ik ga nog een tweede laagje aanbrengen. Waar ik misschien wel heel veel spijt van ga krijgen. Maar je zou denken door het borsteltje dat hij mijn haartjes heel mooi moet spreiden. Maar dat doet hij niet. Hij laat het zeker aan deze kant best wel aan elkaar kleven. En hier heb ik het dan nog wel voor elkaar weten te krijgen dat hij iets meer spreidt. Maar ik vind hem niet geweldig. Ik vind hem ook niet heel slecht hoor, maar... Ik ga nog een tweede laagje aanbrengen. Nou, dit is met twee laagjes. En nu stop ik ermee, want het wordt één grote kleffe boel. Hij heeft met het tweede laagje wel iets meer volume gegeven. Maar ik vind het ook wel gewoon een beetje een rommeltje geworden eigenlijk. En ik vind het gewoon niet zo mooi. Ik vind dat het heel erg aan elkaar plakt, mijn wimpers. Het is gewoon niet mijn ding. Dus nee, helaas. Ik vind de nieuwe mascara van MAC niet zo fijn. Dan staat erop dat hij clump-free is. Nou. Ik weet niet. Nee. Zeker nu ik lees dat hij clump-free zou moeten zijn en mega volume. Nee. Ik ben geen fan. Ik vind het geen fijne mascara. Helaas. Dan ga ik voordat we verder gaan met de lippen even fixing spray sprayen. En uiteraard doen we dat met de MAC Fix Plus. Wat ik overigens ook niet zo'n heel prettig product vind. Maar dat is vooral omdat hij een gigantisch harde sprayer heeft. En ervoor zorgt dat zelfs mijn haar zo meteen nat is. Maar goed, daar gaat hij. Kijk, dit dus.
Het is net alsof ik mijn hoofd gewoon in de fixing spray heb gedoopt. Op zich, het product zelf vind ik best fijn. Ik gebruik altijd de dupe hiervan, van Action, van Max & More, voor tussendoor. Nadat ik klaar ben met mijn poeders, doe ik altijd tussendoor even een beetje fixing spray. En dan aan het einde doe ik altijd setting spray. Dat is een dupe van deze, maar ik vind daar de sprayer gewoon veel fijner van. Dus het product zelf vind ik op zich wel fijn. De sprayer vind ik niet fijn. Dan gaan we door met het laatste en dat is de lippen. Mijn lippen zijn enorm droog op het moment. Dus ik hoop dat het een beetje mooi aanbrengt. Zo niet, dan zou dat heel goed aan mijn lippen kunnen liggen. Want ik ken de lipproducten van MAC en die zijn over het algemeen gewoon echt heel goed. Dus ik heb voornamelijk een nieuwe kleur besteld. En ik heb het lippotloodje en de Retro Matte Lipstick. In de kleur Ruby Woo. De legendarische rode kleur. Ik zal ze beide even swatchen op mijn hand. Dit is het potloodje uiteraard en dit is de lipstick. En dan gaan we die aanbrengen. Oh, en die geur. MAC lipsticks ruiken altijd zo lekker. Zo. En dan kan ik hem goed inkleuren. En dan is dit hem. Ja, prachtige kleur. Echt heel mooi. Vloekt wel heel erg met mijn brabantje trouwens. Maar ja, heel mooi. Wat betreft het lippotloodje. Dit is het eerste lippotloodje dat ik heb van MAC. Want ik heb eigenlijk altijd alleen de lipsticks. Lippotloodje is fijn. Hij brengt heel mooi recht aan. Hij is creamy genoeg om in één streep te kunnen aanbrengen. Maar niet te creamy dat hij alle kanten op gaat. Dus je kan er echt wel precies mee werken. En wat betreft de lipstift. Ja, ik ben niet anders gewend van MAC. Die is gewoon heel goed. Dus ook daar ben ik heel blij mee. Dan was dit de video alweer. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik vind dat ik er heel mooi uitzie. Mijn gezicht ziet er echt heel goed uit. Met die knallende rode lippen. Ik ben heel tevreden. Ik vond het ook een leuke video. Alles één merk. Mocht je nou wensen hebben voor een ander merk waar ik een full face mee ga maken. Laat me dat dan eventjes weten. Ga kijken wat de mogelijkheden zijn. Dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, geef dan even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zou je mij heel gelukkig mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!